Goedemorgen zonder zorgen. Het is ongeveer 10 uur nu. Ik ben net bij de sportschool geweest, dus ik moet hier naar het gemeentehuis. En naast het gemeentehuis zat een sportschool. Dus ah, nice. Win-win. Normaal, ik heb deze sportschool wel een keer geprobeerd, maar ik vond hem niet heel fijn. Dus uiteindelijk ben ik naar die Women's Only sportschool gegaan in Rotterdam, zeg maar. Die vond ik echt zo fijn en ik ga er nu zo lang naartoe en het is echt heerlijk. Zo, loodjes. Oh, ik heb dik. Oké, ik ben net terug van werk. Het is 12 uur. Ik heb de ochtend gewerkt. En dan denk je van ja, hallo. Halve werkdag. Dat is niet werken. Maar ik ben nog herstellend van een hersenschudding. As you know. Zo. Dus ik kan nog niet zoveel werken. Hele dagen werk. Zo, voor de lunch van vandaag gaan we echt niet moeilijk doen. Ik heb hier het avondeten van gisteravond. Dat is hele lekkere woknoedels. Die ga ik opwarmen. Ziet er zo lekker uit, vind ik zelf. Kijk. Dit ga ik lekker opwarmen. En dan denk ik dat ik er nog een beetje cashewnoten bij doe. Na mijn meeting heb ik even echt, hoe laat is het überhaupt? 1,5 uur buiten hier zo in het zonnetje gelegen op de grond. Knuffelen met Pipsel en gewoon slapen en niks doen en van alles. Maar wat ik wilde zeggen is, je kan nu met 10% korting bestellen bij ASN met code ALOALICE. En hiermee support je en jezelf en je eigen portemonnee en je support mij. En ik zou echt super blij zijn als je met mijn code bestelt. En dan mag je altijd even een DM sturen met een foto ervan. En op mijn Insta doe ik, nou ja, ik denk elke week kan ik een giveaway doen met... ASN. Dus als je iets wil winnen, laat het dan aan mij weten. Laat weten wat jij het allerliefst bestelt. Je hoeft hiervoor dus niet per se te bestellen. Je moet gewoon laten weten wat je zou willen. Dus is dat, zeg maar, als ik naar mezelf kijk, zou dat bijvoorbeeld een isoclear zijn, repen, creatine. Maar in ieder geval wil ik zeggen, ik ben super dankbaar dat dit zo mag. En dat ik nu officieel ASN atleet ben. En dit was echt niet mogelijk geweest zonder jullie. Dus goedemorgen! Het is vandaag, ik weet niet eens meer welke dag het is, vrijdag. En ik dacht vandaag in de weekvlog ga ik jullie meenemen met wat ik eet op een dag. Want dat laat ik eigenlijk nauwelijks zien. En vandaag heb ik een zware leg day op het menu en een run. Dus ik dacht, dit is echt een dag waarin ik mijn hybride trainingen zeg maar echt heel zwaar neem. Maar dan moet ik wel voldoende eten. Dus ik dacht, neem jullie mee. Als ontbijt heb ik een boterham met 100% pindakaas en banaan. En eentje met gebraden gehakt. Want ik eet altijd heel veel kipfilet, maar dat is op. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu eten? En ik eet eigenlijk nooit gehakt. Ik dacht, weet je, afwisseling, lekker. Neem ik nog een gembershot. Voordat je gaat trainen, voldoende water drinken. Water. Dit is mijn ontbijtje dan. Benen getraind. Ik heb net deze gegeten. Deze eiwitreep. Dit is de designer bar peanut caramel. Kapot lekker. Maar ik had zoveel trek dat ik hem al op had gegeten voordat ik de camera had gevonden. Oké, ik ben net thuis. Maar omdat we op de run gaan straks, zeg maar binnen nu en een uur of zo, als het water in ons lichaam weer is gezakt. Dus dat is over 2 uur, to be honest. Oké, gaan we heel veel koolhydraten eten. Want van koolhydraten krijgen we energie. En de meeste koolhydraten zitten in oats. Ik heb nu deze oats van de Appie. Maar ik heb oats besteld bij ASN. Want daar heb je ook instant oats. Dus die hoef je niet meer in de blender te doen. Ik doe 100 milliliter aan oats. Gaan we even malen. In de tussentijd dat die oats aan het malen zijn, gaan wij een kopje koffie zetten. Want dat hebben we nodig. Dat sojayoghurt. Kwark is het beste natuurlijk. Als je veel eiwit wil, kwark. Maar I don't like. Je buik wordt dan helemaal opgeblazen. En dan heb ik lactose intolerantie. Leuk.
Oké, dus kwark in de bakkie. Dan pak je de ESN Flavor Powder Vanille. Daarvan doen we een scoopje. Even door elkaar roeren. Dan hebben we dit glaasje. De oats in het glas. De koffie. Een tiramisuetje. Een tiramitoetje. Oké, taste test. Mmm. Eerlijk? Dit is niet slecht. Oké, helemaal nat geregend. Maar wel hard gehardloopt. Ik heb nu even een shakey. Deze ga ik opdrinken. Terwijl ik met alle overige gemalen oats pannenkoeken ga maken. Lekker. Dit ga ik lekker opeten. Zo, eerst gang nachos. 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 En dit is de tweede gang. Ui. Of Oh, dit ziet er zo lekker uit. Kijk, kippie. Pipsel. Julia. Nom, nom. Goed gedaan. Hoi baby. Ja. Lekker hè? Oh, wat horen we? Kijk, wandelen is wel lekker, maar wie heeft daar zin in? En het fijne aan zo'n hond is, je moet wel. Anders ben je de hele dag aan het schoonmaken en daar heb je ook geen zin in. Goed zo! De hele dag schoonmaken heb je ook geen zin in. Dus je gaat die hond wel uitlaten. En het is ook zielig voor de hond als die de hele dag binnen zit. Maar zo is het ook voor jou. Dat je jezelf dan niet uit je huis kan sleuren, omdat je geen zin hebt. Maar ja, deze hond, Quipsy, is mijn externe motivatie. Oké, we zijn weer terug. Tijdens het maken van ontbijt drink ik een glas water. En ik ga voor ontbijt een beetje een mix van de dingen maken die we nog hebben. Dus we hebben van gisteren nog wat van die wraps over. Die ga ik vullen met garlan en dan tomaatje, dit, sla en dit eet ik er los bij. En van spinazie een appel en twee sinaasappels. Deze appel is bijna over datum. Dus ik dacht, dan doe ik die in een shake, in een smoothie. En dan maak ik daar gewoon een groentesmoothie-ish van. Is het zin, hè? Ja, oké. Goed gekeurd? Nee. Hij is goed gekeurd. Even Gymshark foto's aan het maken. We hebben al 3 outfits gehad, of 4 of zo. En nu, ja, behind the scenes. Is leuk. Is heel leuk, hè, Sjoerd? Ja. Nee, heel leuk. Oké, kom maar. I'm sponsored by Adidas. You wish. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Misschien? Do you see what I see? Ze heeft gewoon poep bij het. Ze stinkt. Nice. Oké. Okay. Next outfit. Nee, ik moet niet even kijken. Oh, ik geloof dat het goed is. Oké, okay, mooi. Nee, we gaan wel even kijken. Ik moet zeggen, anders is het straks niet goed en dan word je boos op mij. Kijk. Ja. Jij moet kijken, niet je volgers. Ja, dat is geheim. Mag het zien. Dat is geheim. Eentje dan, preview. Wauw. Oh, heel mooi. Trouwens. Oh, op beeld is het veel minder mooi, maar het is zo mooi. Check in staan. Oké, okay, deze zijn goed. Goed gekeurd. We hebben nog 2 outfits. Deze en deze. En dit hebben we al gehad. Huh? I'm a mess, you know? Kijk. Dit hebben we ook al gehad. Maar dit hoor je ook gewoon te zien. Ik ga even snel omkleden. Dit is de next outfit. Wacht even zo. Kijk. Ja, nieuwe donkerblauwe leggings. Met deze butch crunch. Ook, ze schamen echt voor deze bende.
Maar het doesn't matter. Doesn't matter. Jij, Shorty. Wat is de inspiratie? Niet nog een keer deze muur. Gaan we naar buiten? Ik weet niet wat voor foto jij wil. Wacht, ik zoek even mijn telefoon. Kijk heel even op Instagram. Ik denk dat ik qua inspo een beetje zoiets. Mm-hmm. En dan bij de volgende outfit doen we dan zoiets, zeg maar. Dus een beetje weer twee dezelfde. Of, zeg maar, van die inspiratie die Gymshark heeft gestuurd. Een beetje dit. We kunnen wel hier buiten zitten. Maar dit. Dan weer hiernaast. En een beetje dit. In de auto? Ja. Oké. En een beetje weird, but op. Dit. Zeg maar voor de komende foto's. Komende paar foto's. Dat is prima. Een beetje die vibe. Zeg maar van, I'm on my way. Dit is even de outfit die ik aan heb. Want ik ga even snel boodschappen doen. Ga je boodschappen doen dan? Dat is handig. Dat hoef ik weer niet meer te doen. Ja. Huh? Oké, dus dat is het. Dus zou ik dan iets van een jasje aan doen? Dat zou ik wel doen, dan weet je. Because it's cold outside. Oké, zou ik dan mijn Yeezys aandoen? Die ene nieuwe? Wat vind jij het leukste? Of die witte gewoon? Je moet aandenken of jij het leukste hebt. Ik het leukst vind. Oké, dan doen we deze aan. Deze zijn nog het schoonst. Oh, ik heb een goed idee. Dan neem ik die tote bag mee die ik van jou heb gekregen. Weet je? Ja, ik weet het. Dat heb ik mijn zoon nog. Ik heb een shorty voor een verjaardag gekregen. Zo lief. Oké. We gaan even kijken voor een jasje. Oh, is de kast open doen? Kijk. We hebben dus wel wat... Ja, oh, deze is geweldig. Nee, dat is niet helemaal het. Misschien zeg maar zoiets. Alleen dan niet groen. Misschien gewoon een leerjas. Zo kijken hoe dat staat. Juist hem. Beetje zo. En dan zo van... Hoi, ik ga even naar buiten. Ik heb even mijn green juice in mijn hand. Ja, yeah, I like this. I like it. Oké. Oké. Ik heb het short. Waar is short? Oh, daar is short. Kijk, zo. En dan een beetje zo. Casual. I'm gonna walk outside. Nice. En, wat ik dacht. We hebben vanochtend gedronken, maar weet je. Fake it till you make it. Nog een beetje. Kijk. Nou, zie je het al helemaal voor je zo? We gaan dit doen. Op dit stukje van ook. Dit stukje is ook mooi. Wil je dat eens proberen? Met het glas ook een beetje erbij of niet? Nee. Dit is vibe wel super goed. Ja? Ik wil eerst weten hoe je dat ook vindt. We hebben hier 39 miljoen foto's maken. Ja, goed idee. Maar hartstikke mensen gegeven. We hebben zo'n goede camera. Die zoveel... Hoe heet dat ook weer? Pixels aan foto's maakt? I don't know. Nee, dat is gewoon een slechte processor. Maar dat komt niet. Oh ja, zijn er mooi op? Zeker. Ja, ja. Het zat er altijd mooi op. Oké. Okay. Ja, ze is ook wel mooi. Ja, wel. Oh, dank u wel. Hier, deze is cool. Mijn hart. Ja. Oh ja, van iets verder vind ik het heel mooi. Honger? En deze vet? Nee, is goed. We wisselen. Oh, hallo. Misschien in de auto met deze. Heel beter omwisselen. Dank je wel. Als je nog meer dingen hebt, kan je het anders doen, toch? Het is vast op zich best wel lekker. Gewoon meer waterig. Eel. Nee, toch niet. Zo lekker. Ja, ik vind het wel mooi. Mooi. Misschien nog een soort van een beetje, zeg maar, casual buiten wandelen. Bij de prullenbak. Laatste fit. Is deze. Alleen deze broek is zo veel te lang voor mij. De puntjes. Ik sta er een beetje op. Maar weet je, zie je toch niet. Zeg maar zo. Wat gaan we doen? We gaan even ook weer zo'n soort van outfitje doen. Dat je de hele outfit ziet. Gewoon buiten. Ja. Ik denk weer daar binnen. Dat vond ik wel heel mooi. Snappy? Binnen staan ook planten. Zeg maar als we helemaal binnen gaan. Mm-hmm. Dat is denk ik wel mooi. En dan gewoon even een full fit. En dat ik gewoon een beetje zo wegkijk. En daarna in de auto een shotje. En dan zijn we klaar. Goed idee? Ja. Wat wil je zeggen?
We kunnen ook de fietsenstalling in. Ja, maar wat ga ik daar doen? Niet veel foto's maken. Bij de fietsen. Het is ook gewoon mooie muren zo. Oké, is ook goed. Of we go then? We gaan niet de hele tijd hetzelfde. Zal ik mijn sleutel meenemen? Kijk, dit is toch een leuke ruimte. In de lift. Zit daar dan? Nee, niet in de lift. Oh, dat vind ik echt een vibe. Nee, ik dacht gewoon bij die plant. Zeg maar dat je die plant een beetje zo op de achtergrond ziet. Zo. Wat moet ik doen? Weet ik veel, jij wil dit. Alleen een hoofd boven de auto uit. Maar ja, mooi dat je hier lekkere smoothie nou niet bij hebt. In de auto. Als die hakken niet aan had, zag je echt alleen maar een hoofd boven de auto uitkomen. Good morning, people. Het is vandaag zondag. En mijn hoofd explodeert. Het is niet normaal. Ik heb geprobeerd uit te slapen, maar Sjoerd ging weg, want hij moest spreken. En de hond wilde uit. En ik heb het nog een beetje kunnen rekken, dus hij heeft geslapen nog bij mij. Maar op een gegeven moment om 9 uur hebben we even de half uur wandeling gedaan. Het is nu 9:45, dus iets langer dan een half uur. Ik moet echt zoveel opruimen. Voor mijn gevoel, zeg maar dan, hè, want kijk. De dag is nog niet eens begonnen. En ik heb alles van gisteren laten staan. Dus dat ga ik even allemaal doen. Ik ga even eten, opruimen. Gewoon rustig aandoen. Ik ga even de kerkdienst aanzetten. Want het is zondag. En ze doen het altijd uitzenden. Dat is heel chill. Dus die zet ik aan op de achtergrond. Kijk hoe lekker. Lekker. Lekker taart, dat was heel lekker. Ja, wel lekker taart. Ja.